Bordmeerbeek is een relatief kleine gemeente, een goede 12.000 inwoners. Een van de gevolgen daarvan is ook dat we een relatief klein gemeentebestuur en relatief weinig medewerkers hebben. In totaal werken er ongeveer 50-tal mensen voor het gemeentebestuur, waarvan een goede 25 hier in het gemeentehuis. Wat telefonie betreft werden we eigenlijk met twee problemen geconfronteerd. In de eerste plaats was er onze totaal verouderde infrastructuur. We werkten hier nog met een telefooncentrale uit het begin van de jaren 90. Maar anderzijds zijn er ook de verschillende locaties. Er is uiteraard het gemeentehuis, maar we hebben ook de school, loods, sporthal. Vier verschillende locaties die tot nog toe ook niet met elkaar waren verbonden. Daarom was de nood naar een nieuw geïntegreerd systeem toch wel erg groot. Samen met enkele collega's van andere besturen hebben we dan een bestek opgemaakt. Dit alles is wel mee aangestuurd door Vera, het provinciale bedrijf dat besturen bijstaat voor hun ICT-werking. Dat bestek is dan door een aantal firma's beoordeeld en uiteindelijk is onze keuze gevallen op Damovo, die hiervoor Mitel-apparatuur aanbieden. Dan is het eigenlijk snel gegaan. Na de toch wel uitgebreide voorbereidingsperiode is de opdracht aan Damovo gegund. En enkele maanden later konden we al gebruik maken van die nieuwe apparatuur. Ik denk dat die snelle implementaties kunnen gebeuren om twee redenen. Op de eerste plaats de toch wel grondige voorbereiding. Maar anderzijds ook door de wisselwerking tussen het bestuur hier en Damovo. Het was een fijne ervaring waarbij wij steeds het gevoel hebben gehad dat Damovo ons maatwerk probeerde te leveren en dat zij ons zeker geen pasklaar model probeerden op te dringen waarbij we producten zouden aankopen die we eigenlijk niet nodig hadden. Deze aanpassing aan de telefonie is eigenlijk voor ons een echte vernieuwing geweest. Niet alleen zijn nu alle gebouwen in één netwerk opgenomen, wat uiteraard sterk kostenbesparend werkt, maar het feit dat nu de school ook alle functionaliteiten van het gemeentehuis kan overnemen, maakt dat we in geval van noodsituaties echt ons wel beter kunnen organiseren dan voorheen. Daarnaast denk ik ook aan de draadloze telefoons die we nu gebruiken, waardoor collega's ook op minder vlot bereikbare plaatsen mee in gesprek kunnen gaan. En tenslotte, voor ons zelfs een beetje onverwacht het gebruik van een keuzemenu. Weliswaar beperkt tot een eerste niveau, maar hierdoor kunnen burgers rechtstreeks met diensten in contact treden. We merken toch dat dit zowel voor de burger als voor de collega's veel efficiënter werkt.